de regio vinden binnenkort twee bijzondere concerten plaats. Op 3 juni speel ik hier met mijn zus Tineke Steenbrink en gambist Nico Perkpola een concert in Batenburg, hier in de Oude Victor. En het is een opmaatconcert omdat ik een nieuw festival ga opzetten. Het heet Batenburg Barok. Er wordt niet alleen in Batenburg gespeeld. Op 2 juni spelen we ook in het Rumtskerkje, dat is in Rumt. Ook weer een concert met Tineke en Nico. Het pittoreske Batenburg in het land van Maas en Waal onder de rook van Nijmegen leent zich bij uitstek voor zo'n festival. Het is een prachtige locatie. Het is hier barok, eigenlijk is het heel oud. Huizen, de kerk en de muziek waarvan ik hou, die past hier heel goed. De zusjes Steenbrink behoren tot de top van Nederland. Het belooft dan ook een bijzonder festival te worden. Ik nodig mijn vrienden uit, eigenlijk heel internationaal. Mensen waarvan ik denk, fantastische spelers. En dit decor hier in Batenburg gaan we ten volle benutten. En we hebben hier de oude Victor, maar er is ook de nieuwe Victor. En de nieuwe Victor, dat worden appartementen, maar dit jaar kan er nog een concert plaatsvinden. Dus ik vind het heel bijzonder dat de eigenaar heeft gezegd, yes, kom er maar in. Gebruik die kerk nog 1 keer. Alles nog even op een rijtje. 2 juni in het kerkje van Rumt, 3 juni in de kleine Victor in Batenburg en het driedaags nazomerfestival Batenburg Barok biedt klassieke muziek van het hoogste niveau voor iedereen en vindt plaats op 26, 27 en 28 augustus van dit jaar. www.batenburgbarok.nl Oh.